Uh, Hannes Van den Brugge, welkom bij KV Kortrijk. Uh, ja, wat is je eerste gevoel hier op de club? Dankjewel, eerst en vooral. Uh, ja, ik kwam hier, kwam hier binnen en ik werd heel goed ontvangen door, uh, door iedereen. Dus, uh, ja, het lijkt mij inderdaad een warme club. Uh, ik had het al van, van verschillende mensen gehoord en ik denk ook wel dat dat, dat, dat zo is. Ik zag je daar straks uh, aan tafel ook. Het zijn een aantal mensen die je al kent van vroeger. Ja, klopt. Met RV heb ik, uh, heb ik bij Gens samen samengespeeld, net zoals met, uh, zoals met Stijn. Um, en ook met Thomas Kaminski heb ik in de jeugd samengespeeld, dus ja, dat vergemakkelijkt de integratie wel natuurlijk. Uh, wat is je grootste uitdaging hier bij KV Kortrijk? Goh, ik, ja, ik wil gewoon proberen om, uh, om mezelf te bewijzen. En, uh, en ja, proberen een langere periode te kunnen spelen. Um, maar ik besef ook wel dat, dat dat in deze ploeg niet zo gemakkelijk zal zijn, want uh, er zit heel veel kwaliteit in. Uh, we hebben er ook al een paar keer tegen gespeeld. En, en, daar kwam dat ook uit de verf. Um, dus het is mijn, mijn bedoeling om uh, zoveel mogelijk speelminuten te maken en dan zien waar, uh, wat er gebeurt. En uh, ja, ik hoop dat dat niet lukt. Hey, je zei het al, ik heb hier al gespeeld. Heb je ook al die... Dan heb je waarschijnlijk ook al ons stadion, onze supporters, op een of andere manier ontmoet? Ja, vooral de, de befaamde tribune hier achter de goal uh, is, 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 is berucht in België. En uh, ja, de sfeer is, is, is hier altijd zeer goed. Uh, dat weet, ik, dat weet ik van hier te komen spelen en en ja denk wel dat, uh, dat het een leuk avontuur kan worden.